dat je kijkt naar een nieuwe op de redactie. Want we mochten onze eigen wondersponst, de grootste Star Wars nerd van onze redactie, naar de Star Wars Celebration in Chicago sturen. Star Wars Celebration, yay! En ook Florian pakt het vliegtuig en wel naar New York voor ook een hele fijne trip. Een hele goede morgen vanuit Chicago. Vanaf dag 1 van de Star Wars Celebration. Ik ga hier allemaal hartstikke toffe dingen doen. Hartstikke leuke dingen zien. Waarschijnlijk ook de episode 9. Panel is over een uurtje of 4. Het is nu 7 uur 's ochtends. Maar ik heb begrepen dat ik van de boys thuis een opdracht moet uitvoeren tijdens de dagen dat ik hier ben. Dus ze hebben hem op Twitter gemikt. Dus die ga ik nu even checken op mijn iPadje. En ik ben benieuwd wat voor rare fratsen ik moet gaan uithalen om die jongens te bekoren. En waarschijnlijk voor op te zetten. Gaat hey! Jesus, kijk. Anyway. Leuk dat je in Chicago bent. Daar een beetje Star Wars dingen aan doen. Ja. Maar we hebben wel een super mooie missie voor jou. Je moet wel even werken voor je geld natuurlijk. Ja, die bakplanpunten die je daar kan verdienen. Ja. Wat je met die bakplanpunten kan, dat gaan we later uitleggen. Oké, jij moet op de foto met cosplayers van 6 belangrijke figuren uit de nieuwe trilogie. Ja. En ik ga je nu vertellen welke dat zijn als ik ze alle 6 nog heel goed uit mijn hoofd ben. Kylo Ren, Rey, Finn, Poe Dameron, BB-8 en Chewbacca. Dus daar moet je allemaal mee op de foto. Dat is je challenge. Ja, en als het echte castleden zijn, krijg je dubbele punten. Ja, wow, vet. Succes! Als het echte castleden zijn, krijg ik dubbele punten. Nou, dat wordt natuurlijk gewoon een eitje, hè? Want die zijn zo lekker makkelijk benaderbaar daar op de beursvloer. Ik vind het een toffe opdracht. Ik vind het sowieso leuk om met die mensen op de foto te gaan. Ik ga ook heel veel foto's nemen. Dus op naar dag 1 van Star Wars Celebration 2019. Oké, Dennis Mons, de wondersponds, oftewel de grootste Star Wars fan van Nederland. Althans, dat zegt RTL Late Night. Gaan jullie meenemen naar Star Wars Celebration? We gaan de beursvloer op. Yay! Ik heb een BB-8 gespot. Ik heb een BB-8 gespot. Everyone has a ticket for a photograph or an autograph. Don't want to scare people. Ik ga een foto regelen. Over here. You have a ticket. Ik wil een foto regelen. En BB-8. Oké, een van de foto's die ik moest doen is Chewie. En er zijn hier 1, 2... Drie Chewies. Ik ga voor deze Chewie. Deze is original, man. Ja, deze Chewie gaat het worden. Oké. Awesome. A few moments later. Oké, ik heb mezelf dus een beetje binnengesneakt bij de stream van episode 9. Dus niet eens de panel van episode 9, daar kom je gewoon niet bij. Het is echt gigantisch moeilijk om daar binnen te komen. Dat kan via loterij. Maar ik zit wel bij de stream. En zelfs daar is het moeilijk om binnen te komen. Maar het zit hier ramvol. Met allemaal mensen die samen met mij de stream gaan checken. Dus ik ga je straks na afloop laten weten hoe ik de stream vond. En hopelijk ook hoe ik footage van episode 9 ga vinden. Enthousiaste fans zat, dat hebben jullie natuurlijk ook al meegekregen. En dan de Emperor op het einde, man. Het is, wauw. Gewoon wauw. Dus, oké. Zoals je ziet heeft Dennis het prima naar zijn zin, maar nu snel naar New York. Want daar zit Florian te wachten met een hele berg hardware. Hallo daar. Het begint inmiddels een jaarlijks uitje te worden. Acer heeft mij opnieuw uitgenodigd om naar New York te komen. Te kijken wat ze allemaal in petto hebben
voor dit jaar. Allemaal vette nieuwe producten. Next at Acer. Uiteraard in de nieuwe Pu krijg je een uitgebreid verslag van alles wat ik hier heb gezien. Maar ik kan het toch eventjes niet laten om je even mee te nemen naar binnen voor een kleine sneak peek. Let's go! Acer had een hele toffe contest waarin ze de allerbeste modders ter wereld loslieten op de Helios 500 gaming laptop. En dit moet je echt even beseffen, wat een vette ding hier, jongen. Holy shit, check it out. Zo gruwelijk. Ze hebben uiteraard nog veel meer. Zo hebben ze naast die Helios 500, die eigenlijk vorig jaar al uit was, hebben ze een vernieuwde Helios 300. En de absolute klapper, Helios 700. En die is echt mega speciaal, want je kan het toetsenbord naar beneden schuiven, zodat je hem keihard kan overklokken. Het probleem is natuurlijk bij gaming laptops dat je last hebt van throttling. Je moet die warmte kwijt kunnen. En dus heeft Acer bedacht, nou, wat nou als we het toetsenbord opzij schuiven, zodat er meer koeling komt bij alle componenten. En dat is wel echt heel cool bedacht. Hierachter staat ongeveer de natte droom van iedere gamer, inclusief mijzelf. Het is een nieuwe Predator monitor. Het is een 4K-scherm, 144 Hz, 1000 nits voor HDR. Ja, heel veel vetter wordt het niet, weet je. En 43 inch. Oh, moet hebben. Maar, €1500. Even een speciale vermelding voor de desktop die hier naast mij staat. Het is niet per se voor gamers, maar meer voor contentmakers. Ze noemen dit de Concept D900. En dit is by far de bruutste PC wat specs betreft die ik ooit heb gezien. Er zit een dubbele Xeon Gold in, 40 cores. Er zit 192 giga aan de RAM in. 192 giga. Er zit een RTX 6000 Quadro in. En 60 terabyte aan opslag. What the fuck, echt. Zoals ik al zei, hebben ze nog veel meer vette producten hier. Maar daarvoor moet je even een nieuwe Pu checken. En dan heb je een uitgebreid verslag van alles wat ik hier heb gezien. En ik viel niet tegen. Dankjewel Acer. En tot volgend jaar maar weer. Later. En dan nu snel van New York naar Chicago. Want volgens mij heeft Dennis iemand gespot voor een foto. Ik heb een Kylo gespot. Hij heeft zijn helm niet op. Dus ik ga hem nu even vragen of hij zijn helm wil opzetten. Hey man. How's it going? Not bad. I've got this challenge and I have to go on a picture with 6 characters from the new trilogy. And Kylo's one. Can I be on a picture with you? Yeah, absolutely. Awesome! All right, 2 more to go. Then I've got them all. Oké, ik heb een betere Kylo Ren gevonden, mensen. Ik heb een betere Kylo Ren gevonden. Dude, can I be on a picture with you? Yeah, of course. Because you are the true Kylo Ren. I mean, Matt. This week, Kylo is going undercover among Starkiller base personnel as Matt, a radar technician. Hi, Matt. Wait, can somebody snap a picture of me and you? Because this is awesome. Goed, ja, en zo scoor ik ook nog eens een keer mijn tweede Kylo Ren. De mad version van Kylo Ren. En als mensen die snappen, dan zijn ze awesome. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben er klaar voor. Kom maar door met Star Wars. Jedi, Fallen Order. Trust no one. Terwijl de zaal nu leegloopt, heb ik ook Star Wars Fallen Order gezien. En ik moet wel zeggen, ik ben pretty hyped. De trailer zag super slick uit. We hebben geen gameplay gezien, natuurlijk niet. Maar het feit dat Stig Rasmussen hier aan meewerkte, dat zegt al heel wat. Die man heeft natuurlijk God of War gemaakt en dat zijn niet de minste games. Dus ik ben echt wel hyped. Kom maar door. Ik kan niet wachten. Ik wil nog meer weten over deze game. De main character is tof. BD-1 is heel erg tof. Dus ja, het is nog even wachten tot november. Maar ik heb het er graag voor over. Whatever you do, don't reach within.
En tot zover Star Wars Celebration. Ik heb helaas dus geen Poe kunnen vinden, geen Finn kunnen vinden. Maar het maakt mij eigenlijk helemaal geen reet uit. Die baklappunten van mij, die geef ik gerust gewoon weg aan wie dan ook. Want dat heb ik gedaan. Ik heb Episode 9 trailer gezien. Ik heb Star Wars Fallen Order heb ik gezien. Ik heb The Mandalorian heb ik gezien. Ik heb hartstikke veel mooie mensen heb ik gesproken, geknuffeld en mee op de foto geweest. Dus dit was uitermate geslaagd als je ook maar een beetje Star Wars fan bent. Dit is een aanrader voor iedereen. Vanuit Chicago, toedeledokie. En vond je dit een vette video? Like en subscribe. En laat een comment hieronder achter wat je ervan vindt.